allemaal, welkom bij weer een nieuwe AliExpress video. Vandaag ga ik heel erg leuk me richten op een specifiek thema van AliExpress. Ik heb eerder squishies getest, maar dit keer ga ik kleding en bralets testen. Het meeste heb ik al best wel heel erg lang in huis eigenlijk. En het kwam er dus niet van. Het zit hier in een tas, ik ga alles voor me leggen. Ik heb alles trouwens wel al gewoon opengemaakt, dus al een beetje bekeken. Ja, dan gaan we er gewoon lekker doorheen met z'n allen. En in het beeld zal ik een screenshot plaatsen van, ja, toen ik het bestelde. Dus dan zie je de prijs en dan zie je hoe het product eruit moet zien. En ja, de linkjes staan verder in de beschrijving. Het is trouwens echt heel erg veel en ik vind het zelf echt een super leuke video. Want ik heb kleren, ik heb best wel veel bralets, ondergoed en ik heb badpakken. Dus ik vind het zelf heel leuk dat ik deze video voor jullie heb. Dus zeker een duimpje omhoog als je het ook leuk vindt. En wil je dat ik vaker dit soort video's maak, specifiek op kleding, bralets, wat dan ook. Doe dan ook even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat. Want tegenwoordig worden de likes iets minder op AliExpress video's. Dus misschien is de interesse ook minder. Dus aan de likes kan ik het een beetje peilen. Goed, dan gaan we beginnen. Ik hoop echt dat ik alle linkjes en zo voor jullie kan vinden. Maar dat zal vast wel. En de prijzen zien jullie dus ook in beeld, want die weet ik niet. Het allereerste is dit. En het enige probleempje is, ik wil het wel voor jullie aanpassen. Maar ik heb al gezegd, omdat ik nu juf ben, wil ik gewoon niet te bloot op het internet staan. Dat vind ik gewoon niet fijn. Dus ik denk dat ik het over mijn shirt heen pas. Heel lelijk, maar ik denk dat ik dat wel ga doen. En ja, dit is het eerste topje. Hij ziet er super mooi uit. Echt super mooi. Ik weet ook niet of die iets aan de duurdere kant was, maar meestal bestel ik niet echt prijzige dingen, dus het zal wel niet. Hij ziet er zo ontzettend mooi uit. Er hangt gewoon een kaartje aan. Hij is zo mooi. Hij heeft gewoon een dubbele voering, zacht kant, jeukt niet, heel erg netjes afgewerkt. Ik ga er verder niet te veel over zeggen, maar kijk, het ziet er gewoon echt heel erg mooi uit. En het lijkt ook echt wel op een L. Dit is wel iets wat mij positief verrast. Ik ben heel benieuwd straks. Oké, dit is de bralet. Ik heb er nu ook nog een zachte bralet onder en dus een hemdje. En hij zit echt best wel goed. Best wel mooi. Echt top. Hij is best wel elastisch. Heel erg chill. Ik vind dat echt heel erg lekker. Het is een heel erg lekker materiaal, vind ik zelf. En ja, goede cover ook wel. Qua maat is hij ook goed. Dus hier ben ik echt wel enthousiast over. Ik doe alles lekker door elkaar. Het volgende is een topje. Deze heb ik trouwens nog niet gepast, geloof ik. Dat is dit topje. Ook super mooi. Een velvet top in het oud roze. Zo leuk. Volgens mij zag ik bij een grotere YouTuber of zo zo'n topje. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Of ik had hem al besteld en toen zag ik het. Ik weet het niet meer. Maar super leuk. En ook dit is weer echt zo mooi afgewerkt. En gewoon helemaal goed. En ook wel groot. Ik denk dat hij voor mij trouwens wel te strak is. Maar hij is echt niet klein. Super mooi. Zo leuk. Nou, ik ben echt enthousiast. Dan het hemdje. Even kijken. Oké, hij is voor mij aan de strakke kant. Maar hij is echt niet super klein of zo. Hij kan nog wel. Hij zit ook niet veel te laag. Volgens mij is het een beetje donker nu. Ja, hij zit ook niet heel erg laag. Dus hij is niet echt cropped, maar ook niet lang. Gewoon net een, ja, net onder mijn navel. Eigenlijk best wel gewoon normaal. Hij is nog wel een beetje flexibel. En het stofje is ook heel erg mooi. Dus weer heel enthousiast. Het volgende is een body of badpak. Of heel diep uitgesneden. In ieder geval weer een heel kort lijfje. Dat kan ik nu al zien. Ik vind dat lastig bij dit soort video's. Want als ik de aanbeelden een soort van crappy laat zien, vinden jullie het niet fijn. Maar als ik geen aanbeelden laat zien, vinden jullie het ook weer niet fijn. Maar ik wil dus niet te bloot op het internet. Dus het is altijd een soort van struggle. Ik vind hem wel ook weer heel erg mooi. Kijk. Super mooi. Ik laat jullie straks sowieso weten of het past en zo. Dus ik ga gewoon nu eerst eventjes alles met jullie bekijken. Oké, nou dit is het andere pakje. Ik kom erin. Alleen zoals je ziet zou die niet echt heel erg boep bedekken. Hij zou meer zo moeten zitten. Dit ga ik niet dragen. Van achter zit het. Ja, het is wel oké op zich. Op zich is het wel een leuk dingetje. Maar niet voor mij. Oh, dit is heel erg leuk, maar ik weet dus niet of dit mag. Dat ik in mijn vorige video ook. Het is namelijk een merk. Ik zit bij zo'n Facebookgroep. En daar hadden ze zo'n CK link. En toen was ik heel erg benieuwd van, ja, hoe is dat nou eigenlijk? Ja, ik heb ook geen linkje ervan. Mag dit? Waarom zou dit? Ja, zo'n CK top. En hij is zo zacht. Hier staat dan het merk op de andere kant. En hier dus alleen aan de zijkanten. En hij heeft zo'n mooie stof. Dit is echt super zacht. Ik heb nooit zo'n BH'tje gehad die zo'n zachte stof had, zeg maar. En van voor is hij ook echt mooi. Ik heb niet heel erg veel over te vertellen. Maar ja, ik denk dat jullie dit vooral gewoon willen zien. Oké, dit is de top. Het ziet er echt prachtig uit. Hij zit heel erg lekker. Ik vind het ook weer echt positief verrassend. Echt wel zacht en lekker en chill. En dit ga ik echt wel dragen. Oh ja, ik had badpakken. En volgens mij zijn deze alle vier een beetje hetzelfde. Dit is het eerste badpak. Birthday suit. En hij is best wel V-line. En het is zeg maar echt zo'n heel dun doorschijnend stofje. Dus dit is meer denk ik als je echt body goals hebt of zo. Heel slank en wat dan ook. Dat het je allemaal niet uitmaakt, dan is dit heel leuk voor een fotootje op Instagram of zo. Of als je niet body goals hebt. Maar ik zou het niet zo snel gaan dragen. Het is ook echt klein. Ik weet niet of ik er wel in kom. Daar heb ik er dus meerdere van. Oké, deze is al helemaal veel te klein. Ik ga die andere ook niet laten zien, want die zijn precies hetzelfde. Hier heel V-line en trekt als een gek. Dus nee, dit is hem ook niet voor mij. Maar als je dunner bent of kleiner, dan wel. Dus als ik ze zie, denk ik, dit is echt precies hetzelfde. Want ik heb ook deze. Salty. Nou kijk, dat lijkt er echt heel erg op. Ook weer gewoon zo. Ze zijn wel heel goedkoop hoor. Maar ik ben niet iemand die dan op AliExpress badpakken van €15 gaat kopen. Want dat vind ik niet de mop van AliExpress voor mij. En deze, ik vind het wel heel erg leuk. Het model was echt zo super mooi. Maar weer precies zo'n soortzelfde. Badpak. Maar ja, als je dus inderdaad gewoon het lichaam hebt en je past hierin, dan is dit wel ideaal. Volgens mij kosten deze dingen iets van €4. Dus dat is wel chill. Volgens mij heb ik er nog één, maar ik weet even nu niet waar die is. Dan heb ik echt een, ja, oh dit ja. Een soort van jurk trui. Heel erg dik. Hij is wel vet op zich. En dan bij de mouwen heeft hij een beetje gaas. En dan staat hier zo'n cijfer op. Echt wel heel erg stevig. Ik hou nooit van hele warme dingen, maar het is wel heel erg stevig. Dus als je er wel van houdt, is het top. En op de achterkant staat dan dit. Nou, die zou ik zo ook al eventjes aanpassen. Het is echt voor in de winter hoor. Ik weet ook niet of het meer een soort lang shirt is of echt een jurkje. Dat gaan we straks ook zien. Oké, ik dacht dat het een beetje aan het transparant zou zijn voor mij. Hij past wel. Ja, ik heb er ook nog een broekje onder. Hij zit hier bij mijn buik een beetje strak, maar dat ligt gewoon echt wel aan mijn buik. Hij is wel tof. Echt wel mooi. Dit kan ook sexy zijn als je een goede BH doet ofzo. Ja toch? Ja. Echt leuk. En ook, ik heb ook een hele leuke trui. Die heb ik ook aangehad in een video. Maar die video heb ik weggehaald. Maar daar kreeg ik ook vragen van, waar is die trui van? En nog zo'n badpak. Volgens mij... Oh, deze is anders. Kijk. Deze heeft niet die stretchband. Hij stretcht wel, maar niet dat... Wat je ook vaak bij crop tops hebt, weet je wel. Dat... Nou ja, in elkaar gepropte. En deze is ook wat wijder, maar qua materiaal is hij wel weer zo see-through, een beetje hetzelfde. En volgens mij is hij ook weer een beetje dezelfde A-line. Ik vind hem wel super leuk. Jullie? Troublemaker. Echt leuk. Oké, hij past echt wel. Hier, hij zit ook niet veel te... Oké, hij zit hieronder, zeg maar. Echt heel erg V-line. Dus je zou nu alles, zeg maar, hieronder zien als ik hem dus zo hoog wil trekken. En als ik dat niet wil, nu trek ik hem lager, dan zit het zeg maar hier zo. Dus dat is een beetje klein voor mij. Dan de trui. Dit is zo leuk. Dit is toch echt gewoon van Netflix en chill volgens mij. Ik heb nog nooit zo'n trui gezien, maar ik zag het en ik dacht, oh! Hij is voor mij een beetje klein. Mijn moeder had hem aan. Hij vond het zo stoer bij mijn moeder. Maar ik vind hem ook gewoon leuk alleen om in te filmen. Het is echt een hele leuke trui. Kijk. Gewoon echt die logo, dat logo. Er staat niet Netflix en chill, maar er staat dus chill. En het is ook echt gewoon een prima trui. Echt helemaal prima. En de band was volgens mij... Ja, de band is zeg maar heel wijd. Alsof je echt een strakke band hebt en er heel hard aan hebt lopen trekken. En dat die uitgelubberd is. Kijk maar, de band is ook bijna wijder dan de trui zelf. Deze is niet top qua kwaliteit, maar wel prima. Ja, het is gewoon een heel simpel truitje, maar wel echt heel leuk. Oké, dit is de Netflix trui. Oh, de chill trui bedoel ik. De mouwen zijn ook een beetje lubberig. Hij is wel gewoon... Ja, dit is echt een hoog broekje nu. Dat is best wel kort. Hij past, maar dit zit gewoon niet heel lekker. Dus zeg maar in verhouding, dit is heel kort. Het is best wel ja, strak. Dat ligt ook gewoon aan de maat. Maar, en de mouwen zijn best wel wijd. En die zou ik ook echt wel omvouwen. Maar ik vind hem wel gewoon heel tof. En de kleur is lekker. Nee, het is niet chill. Het is niet chill. Maar het is wel leuk. Dan nog Pralet. En dit is echt een heel klein en apart dingetje. Ik ga straks denk ik gewoon even een hemdje aandoen. Niet over een t-shirt, maar over een hemdje. En dan daar overheen voor jullie passen. Dat is deze. Deze is wel echt heel klein. Maar hij is wel weer gewoon mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dit valt. Nou, het is een beetje lastig. Maar kijk, hij is wel super schattig. En hij heeft allemaal bandjes en dingetjes. Heel ingewikkeld. Wel weer heel erg mooi. Echt wel mooi hoor. Oh, dit is echt chiller dan ik had gedacht. Oh, dit zit echt heel lekker. Ja. Ook weer te klein. Maar het zit lekker. Het zit zo lightweight. Wow, dit is echt heel erg chill. Voor gewoon in huis of zo. Als het niet uitmaakt dat het een beetje klein is. Ik vind deze echt mooi. Had ik niet verwacht. Hij is echt leuk. En hij zit lekker. En wow. Ik heb nog een bralet. En nog meer. Huh? Oh ja, deze heb ik echt recent nog pas besteld. Oké, deze bralet was ook echt zo sexy op de foto. Ik denk niet dat het zo bij mij gaat staan. Wat ik wel chill vind, kijk, dit soort banden zijn echt de goedkoopste van allemaal. Heel simpel. Maar normaal zit er dan nog zo'n sluitingje en dat vind ik altijd irriterend. En die zit hier niet, dus dat vind ik heel fijn. En hij ziet er wel heel erg mooi uit. Geniet te veel poespas, gewoon wel die bloemen, maar voor de rest simpel. En je kunt de bandjes verstellen. Zo mooi. Toch? Het is echt wel heel erg mooi. Wordt die scherp? Ja, kijk hoe mooi jongens. Ik vind hem heel mooi. Ik ben ook weer heel erg benieuwd. Ik vind echt dat ik leuke dingen heb. Oké, deze is wel heel... Deze zou ik niet kunnen dragen. Je ziet, het trekt echt heel erg uit elkaar. Oh. Als je borsten zeg maar echt zo vallen, dan is hij heel leuk. Voor mij niet. Ja. Verder wel oké, maar voor mij niet echt goed. Dan heb ik een... Dit is echt super random, maar ik kwam op een soort van een mailtje. Heel vaak mailtjes wil je gratis spullen uitzoeken. Nog nooit gedaan. Maar... Toen was ik op een soort website en dan kon je aanmelden of je iets wilde ontvangen. En toen had ik deze sjaal en ik had hem echt 3 dagen later in huis. En ik vond hem, eerst dacht ik, oh wat is dit? Maar het is best wel leuk. Het is dus echt een, ik weet ook niet wat die kost, maar een mega sjaal. Of een kleed, of wat dan ook. Maar lekker zo'n ruitjespatroon. Alleen hij is niet heel lang, dus het is meer een vierkant. Want als ik hem omdoe, kijk dan komt hij maar tot hier. Dus niet super lang, maar hij is wel echt leuk. Je kunt er wel heel erg veel mee. Ik weet niet of ik hier een linkje van... ga kunnen vinden, want ik weet niet precies hoe dit nou werkt. Maar hij is wel ook echt lekker zacht en gewoon een mooi patroontje. Leuk met die dingetjes. Gewoon leuk. Deze heb ik echt recentelijk besteld en ik ben er zo benieuwd naar. Hij ziet er heel leuk uit. Hij lijkt een beetje op... Oh, dit vind ik dan wel heel erg jammer. Deze heeft ook geen achtersluitingje, maar hij is dus wel hierachter. Ik weet niet of je het kunt zien, maar hierachter afgewerkt. Dus hier zit hij gestikt. En dat gaat super erg irriteren als je een beetje zoals ik een beetje high sensitive bent. En hij is klein. Nou, hij is wel super stretchy, maar hij is echt klein. Maar hij is leuk. Ik vind hem heel leuk. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Ik ben zo benieuwd of ik ergens in ga passen. Oké, het ziet er echt uit. Ik sta niet naakt, dus het kan. Oké, dit is best wel een rare bralet. Maar ik vind hem echt wel heel erg leuk of zo. Alleen, het is wel klein. Maar als je een kleine maat hebt, is hij wel mooi. Ik heb hem nu op zijn wijdst. Als je een kleiner maatje hebt, hij is echt leuk hoor. Ik vind hem echt leuk. Op zich valt het ook mee. Zeg maar, de ruimte hier is oké. Hij zit niet heel erg in het midden. Niet heel erg aan de zijkant. Hij is hier gewoon dichtgestikt. Dus ik vind hem echt wel prima hier. Deze was volgens mij ook echt maar 1,40 of zoiets. Oh, dit ziet er chill uit. Ik ga hem even staan, dus denk ik gewoon. Kijk nou. Wauw, chill. Ik denk dat deze echt serieus heel erg lekker zit. Dit is ook weer wat wijder dan de band, zie ik al. Dus hier zit de band en dan het stofje onder is wat wijder, maar dat is niet erg. Ook verstelbaar. De bandjes, zeg maar, en de omtrek niet. Echt een bralet. Die gaat denk ik echt heel goed zitten. Ik vind het stofje een beetje... Ik weet niet. Ja, het zit gewoon goed. Prima weer. Echt wel, ja... Ik moet eigenlijk op mijn blote huid voelen ofzo, maar ik kan het ook zo beoordelen. Ik vind het chiller voelen dan die ik bijvoorbeeld bij de primer had gezien. Weer helemaal prima, helemaal top. Goede maten en zo ook wel. Oké. Leuk zeg. Leuk. Dat was het. Ik ga dus nu alles passen, maar dat hebben jullie dus nu al gezien. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik vind de items, wat ik nu kan zien, er heel mooi uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze stonden en wat dan ook. Als je het leuk vond en het vaker wil zien, of als je het alleen gewoon leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Mocht je hier nieuw zijn en je wil meer van mijn video's zien, ik maak heel veel leuke video's, ook AliExpress video's. Vergeet niet hier gratis te abonneren. En dan zie ik jullie zaterdag om 9 uur sowieso weer met een normale video. En misschien tussendoor nog met een extra video of een weekvlog. Bedankt voor het kijken. Doei! Oh, deze ketting is ook van Ali. Die komt ook nog in de video. Doei!